Kom binnen. Een bakje koffie. Lekker. Hey, we zijn nou bij jou thuis. Wat doe je nou zoal thuis na de voetbal? Spelen met de kleintjes. Dat is wel... zorgen voor die kleintjes. Het is wel echt een hobby van me geworden. Maar hoe is dat dan als je dan bijvoorbeeld een mindere wedstrijd hebt gespeeld en je komt thuis? Ik bedoel, je dochter vraagt toch al dat aandacht van je. Ja, maar ja, ik denk dat dat juist is. Ik denk dat als jij een iets mindere wedstrijd hebt gespeeld en jij je komt thuis, dan weet je weer wat er eigenlijk weer belangrijker is en wat er eigenlijk weer nog meer speelt in de wereld en in het leven. Kijkt ze altijd, je dochter? Ze kijkt heel vaak. In ieder geval als het op tv is, dan kijkt ze eigenlijk altijd. En dan is het papa, storkie, ado, hey. Ja. Nou was ik laatst bij Jens Toornstra en die is een groot fan van PlayStation. Doe jij dat ook? Ja, dat doe ik ook, ja. En wat speel jij? Ja, de nieuwe GTA 5 is uitgekomen. Dus die is al even veel gespeeld, hè. Wat is hier leuk aan om dit te spelen? Je kan je eigen creatie maken. Zometeen online kan je dus zelf huis bouwen of in ieder geval een huis pakken. Auto's pakken, je kan eigenlijk op straat kan je alles doen. Wat je in een normaal leven ook zou kunnen. Als je even over die scheef gaat, dan krijg je wel politie achter je aan en zo. Dat is allemaal wel, dat is allemaal wel mooi. Met het schieten in GTA 5 zit het wel goed. Het schieten tegen een bal leert Wormgoor bij amateurclub HDS uit Leersum. Op 12-jarige leeftijd stapte hij over naar Dovo uit Veenendaal. Met die ploeg speelt hij geregeld zoals je hier ziet. Wormgoor heeft rug nummer 18 tegen GVVV. Nou, het was dus zo dat wij in de jeugd... wij kleden zelf om als we uitspeelden bij ons, zeg maar. Omdat we het daar vonden stinken, het was niet schoon. En dat soort dingen. Ja, ik denk dat dat al genoeg zegt. Maar volgens mij heb je dan ook een afkorting voor GVVV. Wat hadden jullie dan altijd voor afkorting? Ja, wat was het? Geen verstand van voetbal, weet je. Dat soort dingen. Bij Doven was het de onderbroek van oma of opa. Terwijl wij gezellig over voetbal praten, slaat de klok 8:00. Wat vooraf ging in goede tijden, slechte tijden. Ik ben wel een fan van... Ik kijk het wel regelmatig. Maar nu is het zo dat inderdaad Mike is te pletten gevallen, parachute springen en iedereen wordt verhoord. Wie heeft dat gedaan? Ja, ik dacht eerst Laura. Ik dacht Nina. Nee, dat kan niet. Dat is zo voor de hand liggend, dat kan niet. Nee, ik dacht eerst Laura, omdat die natuurlijk ook met Mike zat. Maar nu is dan die tas gevonden, dus nu begin ik daar wel weer over te twijfelen. Want wat moet Laura met de tas van Nina? Maar ik vind het nu mooi geweest. Ik ga nog even de laatste 5 minuten kijken van goede tijden en dan ik ga jullie eruit zetten. Tot ziens, hè!